We zijn op het ROC Da Vinci College in Dordrecht op de brood- en banketafdeling. Hier zijn ze druk bezig met het maken van producten voor de jeugdvakwedstrijden, voor de regiowedstrijden, om nationaal jeugdkampioen te kunnen worden voor brood en banket. Nou, we zijn hier aan het maken voor de wedstrijd voor morgen. Er worden dingen gebakken, zodat we morgen bij de beoordeling kunnen horen wat we als beoordeling krijgen. Waarom? Ja, om eeuwige roem te vergaren eigenlijk. Hè. Dus degene die hier wint, die kan dat mooi op zijn cv zetten natuurlijk. En ja, daarmee hopelijk zijn voordeel kunnen doen in de toekomst. En het is natuurlijk ook een heel leerzame activiteit. Want je leert te kijken naar je mede-collega's, wat die allemaal kunnen en niet kunnen. En daar kan je ook een hele hoop van leren. Natuurlijk vind ik het leuk. Het is spannend wat er allemaal gebeurt. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.